En restaurants mogen vanaf vandaag hun terrassen weer openen. Ze moeten zich wel houden aan de protocollen voor de horecasector. Dit heeft minister Amar Ramadien bekendgemaakt. Om ervoor te zorgen dat terrashouders zich aan de maatregelen houden, zullen er clustersinspecties plaatsvinden. De bewindsman zegt dat er niet geschroomd zal worden om streng op te treden en ernstige sancties op te leggen aan overtreders. En dat geldt voor zowel eigenaars als bezoekers. De horecasector heeft minister Ramadien aangegeven dat ze een keurmerk wil instellen. De sector wil terrassen die voldoen aan alle eisen en protocollen voorzien van een keurmerk.